Leuk dat je kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag. Maandagmiddag, ochtend volgens mij. Ja, het is net 12:30 geweest. Ik heb eventjes lekker een ontbijtje voor mezelf gemaakt. Twee bolletjes met zo'n scrambled egg erop. En lekker een glaasje water. Dus dat ga ik eventjes lekker opeten en opdrinken. En ondertussen ga ik eventjes mijn camera aan de oplader doen. Want dan kan ik zo meteen eventjes een Lovies en Naked Shop nog filmen. Want die wil ik woensdag online hebben staan. Want ik heb dan ook een kortingscode voor jullie. Dus dat leek me wel leuk als dat tegelijkertijd was. Voor de rest vandaag ga ik eigenlijk niet zo erg veel doen. Ik heb dus een haarmasker besteld. En ik hoop dat die vandaag binnenkomt. Want ik wil die echt heel graag in mijn haar doen. Maar ik denk het nog niet. Dus anders doe ik vanavond gewoon even een ander maskertje in mijn haar. Maar dat is dat Garnier bananenmasker. En Stace en Lynn gebruikt die altijd. En die vinden hem heel fijn. Dus ik had hem ook besteld. Maar ik weet niet wanneer die binnenkomt. Dus ik denk dat ik vanavond gewoon nog eventjes het masker in mijn haar doe. Wat ik altijd gebruik. Die vind ik ook heel fijn. Dat is namelijk deze. De Total Repair van Rivelle. Of zoiets. Ik heb geen idee. Deze week krijg ik dus te horen in welke klas ik kom. Eigenlijk dacht ik dat ik het vandaag zou horen. Maar er stond in de mail in de week van 17 augustus. En ik dacht op 17 augustus. Beetje verkeerd gelezen. Maar dat krijg ik dus deze week te horen. Dus dat vind ik best wel spannend. Want ja, ik wil gewoon heel graag bij Rosa en Rowan in de klas. Ik hoop dat dat gebeurt. Want het gaat op postcode. Dus de kans is wel aanwezig dat het gebeurt. Dus ik hoop het echt. Maar voor nu ga ik eventjes mijn camera aan de oplader doen. Eventjes lekker ontbijten. En zo de video filmen. Ik heb de video net opgenomen. En ook gelijk beelden gemaakt dat ik de kleding aan had. En ik heb eventjes gelijk het masker in mijn haar gedaan. Want mijn haar is zo droog geworden door vakantie. Dat is echt niet normaal. Dus ik wil eigenlijk nu eventjes twee keer in de week een masker in mijn haar doen. Om het gewoon eventjes extra goed te verzorgen. Want voordat ik op vakantie ging, heb ik het ook geknipt. Dus ik wil niet dat dat voor niks is geweest, zeg maar. Het is echt super hard aan het onweren. Maar het regent gelukkig niet. Maar onweer vind ik op zich wel lekker als ik gewoon binnen zit. Ik ben lekker de vlog van Esmee Geel aan het kijken. Het is nu 3:15. Dus om 4:00 komt ook de vlog van Rosa als het goed is. Dus ga ik die lekker kijken. Eigenlijk wil ik ook die video gelijk bewerken die ik net heb opgenomen. Maar daar heb ik nog niet heel veel zin in. Dus ik denk dat ik dat vanavond doe. En ik moet dus morgenochtend naar de tandarts. Ik was helemaal vergeten dat ik die afspraak had gemaakt. Dus ik moet morgen om 9:00 bij de tandarts zijn. Dus dan moet ik hier 8:15 weg. Of na 9:50 moet ik hier dan weg. Maar morgen heb ik ook met Dagmar al gesproken. En volgens mij komt Hella ook. Hella is een vriendinnetje van ja, de middelbare school eigenlijk. Ik heb vanaf de 1e tot de 4e bij haar in de klas gezeten. En dat is ook een vriendinnetje dan zeg maar met Dagmar en mij samen. En Dagmar die ziet haar echt nog wekelijks. Want die zit in dezelfde vriendengroep. Alleen ik zie Hella af en toe met feestjes en zo. Maar we vonden het wel weer leuk om een keertje wel met z'n drieën te doen. Dus die komt morgen volgens mij ook als het goed is. Ik wil morgen eventjes naar de Primark, want ik had dus bij Lindsay een hele leuke strandhoed gezien van de Primark. Dus ik wil even kijken of ze die nog hebben. En woensdag, oh my god, heb ik dit verteld al in deze vlog? Volgens mij nog niet. Maar woensdag ga ik dus mijn tatoeage laten zetten met Rosa. Heel veel mensen denken volgens mij dat wij dezelfde tatoeage gaan laten zetten. Maar we gaan gewoon samen een tatoeage laten zetten. Zeg maar, we gaan er gewoon samen naartoe. We gaan niet dezelfde laten zetten ofzo. Dat dat eventjes uit de wereld is. Volgens mij denken heel veel mensen dat namelijk wel. Maar dat is dus woensdag in Amsterdam. En volgens mij gaan we dan ook nog eventjes een fotootje maken in Amsterdam. Dus dat is leuk. Het is vandaag dinsdag. Echt nog best wel vroeg in de ochtend. Het is 8:15. Maar ik moet zo meteen naar de tandarts toe in mijn eentje. Ik haat het om in mijn eentje naar de tandarts te moeten. Gelukkig heb ik eigenlijk nooit problemen met mijn tanden. Dus hoeft er vaak ook niet heel veel te gebeuren. Dus ik hoop deze keer ook niet. Ik heb om 8:55 een afspraak. Dus ik ga over 10 minuutjes hier rijden met de scooter. Want het is ongeveer een 30 minuten rijden. Daarna ga ik even door naar de stad. Even naar de Primark. Want ik wil even kijken voor zo'n rieten hoed. Daar zo. En vanmiddag ga ik dan met Dagmar en Hedda afspreken. Het gaat nog niet heel hard, want Sandy ligt gewoon te slapen. Mio en mijn vader zijn naar zijn werk toe. Dus ik heb ook geen idee wat ik aan moet trekken. Want er staat dus dat het zo meteen gaat regenen. Maar het is echt veel te warm voor een trui met een capuchon. Dus dan wordt het maar lekker nat geregend. Ik heb nu gewoon dit shirtje aan van Lovies. En een zwarte broek van Nikki. En ik doe er wel even een spijkerjasje overheen aan. En gewoon een paar sneakertjes. En dan ga ik naar de tandarts. Oh, ik heb hier echt geen zin in. Ik ben weer terug van de stad en van de tandarts. Bij de tandarts was alles helemaal goed. Ik moet wel binnenkort een afspraak maken bij de kaakchirurg. Om te kijken naar mijn verstandskies. Want eentje is
groeit zeg maar zo in plaats van omhoog. En de ander wel gewoon omhoog. Maar zei van ja, als we het er nu al uit kunnen halen, dan scheelt het over een paar jaar heel veel pijn. Dus daar moet ik binnenkort eventjes een afspraak voor maken. Maar het systeem lag eruit, dus dat kon ik vandaag niet doen ofzo. Maar ik ben ook nog eventjes dus langs de stad geweest. Dus ik ga even laten zien wat ik daar gekocht heb. Ik had dus als eerst bij de Primark, had ik bij Lindsay en Stacey deze hoed gezien. En ik vond hem zo leuk. Ze hadden wel dat zwarte lint eruit gehaald. Wat ik ook snap, want ik vind dat zwarte lint erin niet heel leuk. Dus dat ga ik er ook nog uithalen. Maar ik vond het echt een heel erg leuk hoedje. En deze was dus maar 6 euro. Let trouwens niet op de troep op mijn bed. Dan heb ik eventjes lekkere warme sokken gehaald. Voor als het binnenkort weer herfst wordt. Deze waren 2,50. Dan heb ik voor Miel en mij allebei nog nieuwe sokken gekocht. Want wij zijn altijd onze sokken kwijt. Dus ik heb voor mij deze gekleurde. Dat ik weet van oké, die kleursokken zijn gewoon van mij. En deze waren 3,50 en er zitten er 5 paar in. Dus maat 35 tot 38. En dan heb ik voor Miel gewoon simpele grijze. In maat 39 tot 42, want wij hebben maat 42. En deze waren 3 euro. Dan zag ik bij de Primark nog dit sjaaltje. En ik heb de laatste tijd echt een kleine obsessie met deze sjaaltjes. Ik vind het zo leuk. Deze was ook 3 euro. En dit vind ik gewoon heel erg leuk voor in je haar of zo. Ik vond het ook echt een super mooi kleurtje. Zo'n soort patroontje ook erin. Dus die heb ik nog meegenomen. En dan was ik nog eventjes naar de H&M gelopen. Daar had ik een shortje gepast. Dat kon je zien. Maar ja, die vond ik niet heel mooi staan. Maar ik heb wel even een setje onderbroek meegenomen. In deze knalroze kleur. Ze hadden ook nog een lichtroze en wit. Die wilde ik ook. Maar daar hadden ze mijn maat niet meer van. Ik heb hier een XS van. En waren 10 euro. Dus die andere ga ik even online bestellen. Want daar hadden ze nog wel, zag ik. Dus dat was dat. Ik heb beneden eventjes de waterkoker aangezet om lekker een eitje te koken. En dat eventjes lekker op een crackertje te doen. En ondertussen ga ik mijn video bewerken die morgen online moet komen. Kijk trouwens eventjes, ik weet niet of jullie het al gezien hadden. Maar hoe blond mijn haar is geworden. Door de zon en door die blond spray. Ik ben er echt zo blij mee. Nou, mijn ontbijtje is gemaakt. Ik wilde eigenlijk 2 eitjes op 3 crackers doen. Maar dat was een beetje een zacht eitje geworden. Dus dat ging niet lukken. Dus ik ga deze nu gewoon nog lekker los erbij opeten. En deze 2. Ik ben iedere keer zo uitgeput van die trappen. Dat is echt niet normaal. Video's bewerkt, die is nu aan het opslaan. En er is een pakketje binnengekomen van 2 dingetjes. Van United Wardrobe en van een webshop waar je dus allemaal haardingetjes kan bestellen en zo. En daar heb ik dus dit haarmasker besteld waar ik over vertelde. Van Garnier, de Banana Hair Foods. Lindsay en Stacey gebruiken die en die vinden hem heel erg fijn. En hun haar ziet er altijd prachtig uit. Dus ik dacht, laat ik hem ook bestellen en gebruiken. Misschien wordt mijn haar dan ook zo prachtig. Hij ruikt trouwens echt heel erg lekker. Dus dit ga ik vanavond lekker in mijn haar doen. Ik zal eventjes een linkje ervan in de beschrijving zetten waar je hem kan bestellen. Ik heb er 6 euro voor betaald en de verzendkosten waren 3,95. Dus eigenlijk 10 euro. En er zitten dus ook geen siliconen en dingen in. Dus dat is heel goed voor je haar. Dus die ben ik echt heel benieuwd naar. Ik heb echt zin om deze te proberen. En dan had ik dus nog wat op United Wardrobe besteld. Want voor de mensen die me volgen op United Wardrobe of in de weekvlogs wel hebben gehoord, was ik dus op zoek naar een jasje van Sandro. Ik was toen in de outlet van Roermond en daar zag ik hem toen. Maar dat was alleen nog maatje 40 of 42. Dat was natuurlijk veel te groot voor mij. En toen zag ik bij Esmee Geel dat zij hem via Vinted had gekocht. Voor maar 75 euro. Terwijl in de winkel was hij volgens mij 2,25 of zo. Dus ik had al tegen haar gezegd, nou, als je hem ooit weg doet, nog niet verkopen, ik koop hem van je over. Maar zelf was ik ook ondertussen gewoon gaan zoeken. En ik heb hem dus gevonden. Nou, een meisje had mij een berichtje gestuurd via Instagram DM. Dat ze wist dat ik er op zoek naar was en dat zij hem wel wilde verkopen. So I got him. En je raadt nooit voor welke prijs. Ik heb er 50 euro, ja 48 euro voor betaald. Dit is toch niet normaal. Dit is echt niet normaal. En het is een maatje 36. Ik ga hem wel eventjes wassen, want ze had hem wel gedragen. Zei ze maar niet veel. Maar eigenlijk wil ik hem morgen aan, want ik ga morgen naar Amsterdam. Maar ik ga hem eventjes passen. Maar volgens mij zit hij echt perfect gewoon. Ja, oh, hij is zo leuk. Ik ga hem laten zien. Kijk, oh, ik vind hem echt heel erg leuk. Met een wit jurkje of zo eronder vind ik dit ook echt heel erg leuk. Jee, zo blij mee. Echt zo ontzettend blij mee. Als je kijkt, bedankt dat je hem aan me wilde verkopen. Ik ga eventjes wachten tot Dagmar mijn app dat ze thuis is. En dan ga ik richting Dagmar toe. En dan komt Hella ook. En volgens mij gaan we dan een broodje halen in Leidschendam. Dus dat is heel erg lekker.
Ik ga wel eventjes wat anders aandoen, want ik vind dit echt niet heel erg leuk. En kijken of ik deze jas alvast snel in de was kan doen, zodat ik hem morgen aan kan. Oké, jongens, ik heb echt best wel een spontane aankoop gedaan. Dat is namelijk een nieuwe MacBook. Ik ga, zoals jullie weten trouwens, ik ben al een tijdje terug van Dagmar. Ik heb al avond gegeten en ik ben met mijn vader en met Miel naar de Mediamarkt geweest. Oeh, helemaal buiten adem. Zoals jullie misschien wel weten, ga ik een nieuwe opleiding starten volgende week. Creative Business. En je had er een laptop voor nodig. Ik heb een MacBook Air. Ik zal hem even pakken. Maar de schijf zit er nu in. Maar ik had dus deze laptop. De MacBook Air 13 inch. Ik heb die toen voor een verjaardag gekregen in 2017 volgens mij. Alleen die is door al het YouTube werken, alle dingen die ik erop gedownload heb, gewoon echt super langzaam geworden. En voor de opleiding moest je laptop aan een bepaalde eis voldoen. En daar voldeed mijn laptop niet aan. Je moet namelijk ook Adobe en zo downloaden. En mijn laptop is daar gewoon veel te zwak voor. Ik kan niet eens normaal een video bewerken. Of liedjes downloaden. En dan zit je alweer helemaal vol. Dus dat was geen optie. Dus ik wilde heel graag een nieuwe. En eigenlijk was het niet het plan om die gelijk te kopen. Maar er was nu een actie bij de Mediamarkt. Deze laptop was namelijk afgeprijsd van 1900 naar 1500. Dus gewoon 400 euro eraf. En dit is de 13 inch MacBook Pro. Space Gray 2.4 GHZ. Die man zei dat dat heel hoog was, dus heel snel en zo. En dan 256 gigabyte, want mijn andere is 128 en die staat altijd vol. En met touchbar, dus ik ga hem openmaken en aan jullie laten zien. Ik heb dus gekozen voor de Space Gray, want ik heb dus nu een zilveren. Maar ik weet niet, ik vond die Space Gray gewoon zo mooi. Oké, ik ga proberen hem uit de doos te halen. Oh, dit is hem. Ik vind hem zo mooi. Ook dat hij donkergrijs is, vind ik ook echt heel erg mooi. Ik ga zo meteen gelijk online een hoesje bestellen, want ik wil hem gewoon echt heel mooi houden. Kijk! Oh, ik ben er zo blij mee. Echt onwijs blij mee. Ik ga hem nu nog niet instellen. Ik ga het ook niet zelf doen. Ik ga mijn vader gewoon eventjes laten instellen, want ik ben veel te bang dat ik hem sloop. Maar dat gaat hij morgen of zo doen. Nu nog niet. Maar ik ben er in ieder geval echt mega blij mee. En ik ga gelijk kijken of ik ergens een hoes kan bestellen. Zodat hij gewoon mooi blijft. Want in mijn andere MacBook is er aan de onderkant dus een beetje een deuk gekomen. Ik weet niet of je dat op camera kunt zien. Hier. Hier zit een deuk. En dat wil ik met die ander gewoon echt niet. En er zit dus ook eindelijk een nieuwe oplader bij. Want mijn andere oplader was ook echt... Dus ik ben hier echt onwijs blij mee. Het was helemaal niet de bedoeling om hem nu al te kopen. Maar we gingen gewoon eventjes kijken. Omdat bijna overal in Nederland was deze uitverkocht. Wel een mindere gigabyte was letterlijk overal uitverkocht. Ook online en zo. Dus wij gingen gewoon eventjes kijken in de Mediamarkt. En toen stond er dus zo'n voordeeltafel. En toen stond deze daarop. En ja, die man die raadde deze ook aan. In plaats van die ander, zeg maar. Dus ja, was echt een super aardige man. Dus ik ben hier echt onwijs blij mee. Deze laptop ga ik wel gewoon houden. Deze bewaar ik gewoon om mijn video's op te werken. Voor mijn video's download ik heel veel dingen. En ik heb gewoon best wel veel soort van mini-virussen op mijn laptop gekregen daardoor. Dus die laptop, die oude, hou ik gewoon voor video's bewerken. Zodat daar gewoon alle meuk op kan staan. En op dit ga ik dan gewoon alles voor school en zo doen. Zodat hier verder geen virus of dingen op komen te staan. Het is vandaag woensdag en ik ga vandaag een tatoeage laten zetten met Rosa. Ik ben zo zenuwachtig. Die hier op mijn arm, daar staat liefste, krijg ik best vaak de vraag over. Die heb ik ongeveer 1,5 jaar geleden laten zetten in Den Haag. En nu gaan Rosa en ik dus samen voor een samenwerking naar Bodycult in Amsterdam. En daar krijg ik mijn tatoeage. En het is misschien heel erg, maar ik weet nog steeds de plek niet. Ik weet wel wat ik wil, maar ik twijfel om zeg maar hier zo te zetten. Of aan de binnenkant van mijn enkel. Maar ik ga gewoon daar even kijken, want vaak hebben ze ook zo'n plakdingetje dat je kan kijken. Ik ga nu eventjes Body uitlaten en dan pak ik de scooter naar Holland Spoor. En dan ga ik naar Leiden Centraal en dan wacht Roos daarbij. En dan gaan we vanaf daar samen en ik zweet helemaal dood. Maar wat ik aan heb vandaag is dit shirtje van Lovis en dit rokje van Lovis. Want ik moet nog een Lovis foto maken. Met daarbij mijn rode iets bij mijn rand, want ik dacht dat is wel leuk. En dan doe ik mijn leopard Nuno Bag erbij. Ik dacht dat vind ik wel een leuk outfitje. Dus dat. Oké, okay, ik ga aan het tatoeage vandaag met Roos bij Body Cult. Dus ga erop. Ja. Yeah. Thank you.
Kijk, zal ik het filmen? Ja. Wauw. Heel vet. Goedemorgen. Het was echt te vroeg vanmorgen om überhaupt normaal te kunnen vloggen. Maar het is nu 9:15. En wij zitten in de auto onderweg naar het strand. Want wij gaan vandaag lekker een dagje strand houden. Het is alleen nog niet zo warm. Nee, het is nu nog niet zo warm. Ik werd ook echt vet raar aangekeken. Of voelde als spoor, maar op zich snap ik dat erg. Dus ook wel. Als jij gewoon naar je werk moet in een vierdelig of in een driedelig pak, dan snap ik ook wel dat je mij zit aan te zeggen van, ik weet niet wat jij aan het doen bent. Maar ja, als het goed is wordt vandaag 29 graden. Dus daar gaan we voor. Nou, we liggen op het strand hoor. We hebben net dus ontbeten, daar zo, bij het strandtent. En we willen nu dus bij de beetjes liggen, omdat het straks anders helemaal vol ligt. Maar het gaat zo meteen waarschijnlijk regenen. Dus nou, kijk eens daar. Oh ja, ik heb wel blauw lucht. Ja, ja, de enige grijze wolk die ik daar zie is die. Ja, dat is best wel zitten die hele ding buiken. Dus. Ja. Maar we hebben pas zo op zitten veilig. Ja. Maar het is nog best wel een beetje door, omdat er nog geen zonnetje is, het is een beetje. Maar jij zit veel meer onder bepaalde zonnetje dingen. Nee hoor. Wel een beetje koud eigenlijk. Kijk even, ze hebben hier gewoon kibbeling. Een soort van kibbeling. Die hebben heel gezond een broodje. Ik heb een tonijn ding. Lekkernij nummer 3 van de dag. Hier is lekkernij nummer 4 van de dag. Ik ben terug van het strand. Het is zo warm buiten dat ik er eventjes mijn shirtje uit heb gedaan. En gewoon een bikini aan heb. En wel een kort broekje gewoon. Ik heb echt super lekkere dag op het strand gehad samen met Roos. We hebben eerst lekker ontbeten. We waren er echt al om 9 uur. Want we wilden gewoon heel erg graag een bedje. Hè? Dus we hebben eerst lekker daar binnen ontbeten bij Tulum in Noordwijk. Toen daar zijn we lekker op de bedjes gaan liggen. En hebben gewoon lekker gelegen, lekker foto's gemaakt, lekker gegeten. Echt mega erg naar mijn zin gehad. Het was echt heel erg gezellig. Ik heb echt iets super leuks. Voor de mensen die mij al wat langer kennen of al wat langer volgen. Die weten dat ik nu ondertussen 3 Nunobags heb. 3 van die kleintjes. Als je hem volgt op Instagram heb je dat vast wel eens een keertje gezien. En nu kreeg ik dus een mailtje van Nuno zelf. Of ik dus een samenwerking met hun wilde. En een tas wilde uitzoeken. Dus dat heb ik gedaan. Kijk even hoe onwijs leuk deze tas is. Waar het dus in komt. Dus ik heb een tas uitgekozen. Ik ben gegaan voor een hele grote. Omdat ik dus al 3 kleintjes heb. En ik wilde gewoon echt. Als jullie iets horen hijgen. Dat is Bodie. Die is echt onwijs warm. Hij heeft nog water in zijn bak. Ik ga even de deur voor hem openzetten, wacht. Maar ik wilde dus ontzettend graag een grote tas. En ik dacht, ik mag er nu eentje uitkiezen. Ik kies er gewoon eentje uit. Dus dat heb ik gedaan en ik ga het aan jullie laten zien. En ik heb ook iets heel erg leuks voor jullie maken. Die ingepakt zit. Oh my god. Kijk hoe leuk die is. Ik heb dus deze gekozen. De bruine met de franjes eraan. Hij is dus van Bruin Subedde. Ik vind hem echt onwijs, onwijs leuk. En de andere die ik heb, die zijn allemaal van leer. Of krokodillenleer, zeg maar. Oh mijn god, kijk hoe leuk dit is. Ik vind het echt geweldig. Ik vind het echt heel erg leuk. En er past hier dus echt mega veel in. En als het goed is, zit er ook nog een ander hengsel bij. Ja, die zit hierin. Kijk, er zit dus ook nog een lang hengsel aan. Want deze kan je dus zeg maar zo om je schouder dragen. Of je draagt hem zo crossbody. Dat kan ook. Maar er zit dus ook nog een lang hengsel aan die je echt goed crossbody zeg maar kan dragen. Die dus echt zo valt. En dan kan je dus zo dragen. Hoe ontzettend leuk is deze. Ze hebben hier dus ook nog het kleine modelletje van. Maar ik wilde dus gewoon heel graag die grote. En wat dus ontzettend leuk is, is dat ik precies diezelfde tas aan één van jullie mag weggeven. Hij zit hier helemaal ingepakt. Ik ga hem niet openmaken, want ik wil hem gewoon lekker ingepakt laten voor de winnaar. Maar het is dus precies dezezelfde tas, de waarde van 180 euro. Deze kun je dus winnen in samenwerking met Nuno. Wat je moet doen om deze Nuno Bag te winnen is, je moet Nuno Bag en mij volgen op Instagram. Je moet op mij geabonneerd zijn op mijn YouTube kanaal. En je moet in de reacties achterlaten waarom jij wil winnen. En niet vergeten je Instagram naam erbij te zetten. Want volgende week maandag om 8 uur 's avonds ga ik de winnares of winnaar een DM sturen via Instagram. Dus als je Instagram naam niet in de comments erbij staat, kan ik jou ook geen berichtje sturen. Dus ik hoop dat jullie deze winactie net zo leuk vinden als ik. Ik ben er echt mega enthousiast over. Ik ben echt
verliefd op deze tas. Ik vind hem echt geweldig. Dus ja, ik hoop dat jullie het leuk vinden. Dat jullie er ook eentje kunnen winnen. Ik zal hem nog eventjes goed laten zien. Dit is hoe de tas eruit ziet. Je hebt hier dus een echt een mega groot vak. Hier past denk ik een flesje water in. Je camera, alles past hierin. Dan heb je hier nog een vak. Hij is in principe gewoon precies hetzelfde als die hele kleine. Alleen ja, dan gewoon natuurlijk veel groter. En dan hier nog vakjes voor bijvoorbeeld je sleutels of je pasjes of je earpods. Als je die hebt, ik heb die niet. Ja, en die sliert gewoon met die franjes eraan. Geweldig. Dus dit is wat je kan winnen. Je hebt tot volgende week maandag de tijd. Maandag om 8 uur maak ik de winnaar bekend. Ik ga voor nu eventjes lekker op de bank liggen en eventjes lekker mijn fotootjes uitzoeken die ik vandaag met Roos heb gemaakt. We hebben best wel laat nog geluncht, dus ik heb niet echt trek. Mijn vader is bij Sam bij de voetbal kijken en Miu moest eventjes naar een vriend toe. Dus ik ga lekker in mijn eentje op de bank liggen en dan ga ik straks even douchen. Want echt al dat zand om mijn lichaam, ik plak helemaal. Het is vandaag vrijdag. Het is weer godvergeten warm buiten. Ik dacht dat het vandaag echt een stuk koeler zou worden. Maar helaas, het is juist warmer dan gisteren zelfs volgens mij. Het is nu 26 graden met een zonnetje. En ik zit hier echt te zweten weer als een otter. Maar het is nu 11:45 zoiets. En ik zou eigenlijk eerst vandaag gaan lunchen in de stad met Zoe. Toen ging Dagmar ook mee. Maar Dagmar die moet op Aya passen op haar hond. Dus we gaan nu gewoon lekker zelf broodjes halen en bij Dagmar de tuin opeten. Dus dat is echt super gezellig. En mijn moeder is gisteren teruggekomen van vakantie. Dus daar ga ik vandaag ook eventjes langs. En eigenlijk zouden we ook een fotootje maken in de stad, zo en ik. Maar dat gaat nu dus niet door. Maar Dagmar heeft ook best wel een leuke tuin. Dus ik dacht misschien dat ik daar alsnog wel een leuke foto mee kan maken met die tas. En ik weet niet of ik het met deze outfit leuk vind. Ik denk dat ik iets anders aan doe. Ja, ik doe wel iets anders aan. Ik denk lekker een kort broekje. Ik heb nu namelijk deze broek aan van de Zara. En topjes ook van de Zara. Ik ben zo verliefd op die Nuno-tas. Echt geweldig. Ik wilde eerst ook iets boeiends en leuks met mijn haar doen. Maar daar heb ik eigenlijk niet zo heel veel zin. Dus ik denk dat ik het gewoon lekker in de staart laat. Maar of ik maak mijn haar wel eventjes leuk. Want stel dat ik dan een fotootje wil maken in Dagmar de tuin. Dan moet mijn haar wel leuk zitten. Maar goed, dat zie ik zo wel. Ik had natuurlijk een nieuwe MacBook gekocht. Ik had een nieuwe MacBook gekocht van de week. En ik had ook een nieuwe hoes besteld. Die heb ik net opgehaald bij de Primera. Want die was daar bezorgd. Kijk even hoe mooi die is. Ik ben er echt onwijs blij mee. Hij is van het merkje Trunk. Ik kende het niet, maar ik ging gewoon op Google opzoeken op MacBook Case 13 inch. En toen kwam deze eruit. En van binnen is die ook echt mega lekker zacht. Dus dat beschermt mijn laptop goed. Daar ben ik heel erg blij mee. Dus dat is die. En verder heb ik eigenlijk niet zo heel veel te melden. Oh, ik heb het zo intens heet. Het is niet normaal, maar ja, iedereen heeft het heet. Dus ik ga niet zeiken. Ik ga even lekker filmpjes kijken nog. Ik ga even wat anders aantrekken. Even bedenken wat ik met mijn haar ga doen. En dan ga ik zo meteen lekker naar Dagmar toe. Lekker, lekker, lekker. Ik ben weer terug thuis van Dagmar. Het was echt super gezellig. We hebben uiteindelijk een broodje gehaald. Broodje carpaccio hebben gegeten. Was echt super lekker. Dus ik zou eigenlijk nu naar mijn moeder gaan. Maar ik ga toch morgen overdag. Want vanavond was ze er niet. Dus dat hebben we uitgesteld. Nu is nu sport in de tuin. Ik ga even lekker beneden een filmpje kijken op mijn nieuwe laptop. Het is zaterdag vandaag. Ik heb gisteravond eigenlijk niet echt meer verder gefilmd. Ik was een beetje, nou ik was niet echt chagrijnig. Maar ik kreeg onze klasseindeling te horen. En ik zit niet bij Roze in de klas. Ik zit niet bij Rone in de klas. En niet bij Osje. Dus echt precies bij niemand. Maar het is best wel, zeg maar ja, onze klassen bestaan dus uit 10 mensen vanwege corona nu en zo. Maar Rowan zit dus in 5, Osje in 6 en ik in 4. Dus stel dat corona niet was geweest, had ik waarschijnlijk wel gewoon bij Rowan en Osje in de klas gezeten. Omdat er zitten ongeveer 30 mensen in één klas. Dus dan was 1, 2 en 3 samen gaan en 4, 5 en 6 natuurlijk samen gaan. Dus had ik waarschijnlijk wel gewoon bij hun in de klas gezeten. Hè? Rosa zit in 151. Maar we zijn ja, soort van bezig om misschien dus nog bij elkaar in de klas te komen. En ja, we weten dat er niet wordt gereld en dat ze daar meestal niet aan doen. Maar ja, Rosa heeft wel een soort van speciale reden. Dus dat ja, moeten we eventjes afwachten. We hebben wel een WhatsApp berichtje gestuurd. Maar ja, het is natuurlijk weekend, dus daar krijg ik geen antwoord op. Dus maandagochtend gaat Rosa haar moeder als het goed is bellen. Want school is nu natuurlijk nog niet begonnen. Dus als je dan van klas kan wisselen, is nu het makkelijkste moment. Omdat je hoeft niet een hele planning zeg maar om te gooien qua blokken en vakken die je al hebt gehad. Dus daar gaan we eventjes achteraan. Dus we hopen dat het goed komt. Rowan en ik hebben gelukkig wel dezelfde kleur. Je hebt dus ook 4 verschillende soorten kleuren. En Rowan en ik zijn wel allebei groen.
Dus dat betekent dat we bijvoorbeeld samen hoorcolleges hebben en dat soort dingen. Dus dat is wel fijn. Dus heb ik toch nog een soort van les met Ro. En stel dat volgend jaar de klassen wel weer samen worden gevoegd, zitten we misschien wel bij elkaar in de klas. Dus ja. Ik heb eventjes een masker in mijn haar gedaan. Deze van Garnier. Die ik volgens mij begin deze vlog had laten zien. Maar dat is die. Die heb ik eventjes in mijn haar gedaan. Laat ik eventjes een uurtje intrekken of zo. Ondertussen ga ik beneden een ontbijtje maken voor Mio en mij. En we gaan vandaag eventjes mijn kamer een beetje opruimen. Want het is echt een bende. En er moet toch een dingetje in de container. Er moeten pakketjes teruggestuurd worden. Dus dat is wat we vandaag gaan doen. Verder hebben we nog niet echt een planning. Ik wil eigenlijk vandaag dan eventjes langs mijn moeder. Omdat het gisteren niet ging. Dus ja. Ik zat me vanmorgen echt dood te irriteren aan het feit hoeveel kleding ik in mijn kast heb hangen. Ik kon gewoon niks vinden. Alles is echt één grote bende. Kijk of ik het kan laten zien. Echt, ik word helemaal gek. Dit is één rotzooi en dan heb je dit nog. Dit is ook echt een bende. Daaronder ligt allemaal kleding. Hier ligt allemaal kleding. Die schoenen liggen allemaal overal door elkaar heen. Dus ik dacht, het is wel eventjes tijd om dit helemaal uit te zoeken. Dus ik ga nu, tijdens dat ik een serietje aan het kijken ben, ga ik mijn kleding uitzoeken. En dan ga ik alles meenemen naar beneden. En dan ga ik er beneden foto's van maken en op United Wardrobe zetten. Maar ik word gewoon echt helemaal gek. Dus ik ga het nu eventjes uitzoeken. En wegdoen. Ik heb gewoon echt te veel kleren. Ook echt te veel jasjes. Het moet echt opgeruimd worden. Dus dat is wat ik ga doen. Er staat hier een hele vuilnis ook met kleding wat weggaat. En er liggen daar nog allemaal jassen. Ik heb net beneden alles aangedaan, uitgetrokken, foto's van gemaakt. En ik heb het zo heet en ik ben er zo klaar mee. Ik ga nu lekker op de bank liggen. Mijn telefoon die was leeg, dus heb ik even aan de oplader gedaan. En dan ga ik denk alvast alles op United Wardrobe zetten. Misschien ook het er zelfs vanavond wel op zetten. Dan heb ik morgen gewoon rustig de tijd om alles in te pakken. Dus misschien ook dat doe, maar... Ik kijk nog even. Ik ga eerst even bijkomen van deze hitte. Het is vandaag zondag. We hebben lekker uitgeslapen. Ik was echt pas om 11 uur wakker of zo. Toen ik wakker werd, dacht ik van, oh, het is pas 9 uur. Toen werd ik wakker. Toen zei, nee, het is al 11 uur. Toen dacht ik, oké. Toen hebben we nog eventjes lekker filmpjes in bed gekeken. En oh, er zit hier allemaal klitten hier achter in mijn haar. Toen hebben we dus nog eventjes lekker filmpjes in bed zitten kijken. En nu gaan we naar beneden. Gaan we eventjes ontbijten. En ik had gisteren dus allemaal nieuwe dingetjes gehaald. Kwark en granola en zo. Dus ik ga daar wat mee proberen te maken voor ontbijt. Ik heb echt geen idee wat we vandaag gaan doen. We wilden eigenlijk dit weekend wat leuks gaan doen. Maar we konden gewoon echt niks bedenken. Maar we hebben gisteravond wel lekker samen serie gekeken. Dus dat is wel leuk. Dinsdag begint mijn introductieweek voor school. Het is wel vooral veel online volgens mij. Als het goed is krijg ik morgen een mailtje van mijn mentor. Die gaat vertellen hoe en wat, zeg maar. Maar ja, daar ben ik best wel zenuwachtig voor. En dit is dus echt mijn laatste vrije weekend. Of nou, volgend weekend heb ik op zich ook nog best wel veel vrij. Dus dat is best wel een beetje spannend. Maar goed. Ik ga nu lekker naar beneden. Even wat ontbijt maken. Ik ga meteen even mijn bed opruimen. Want dat ziet er altijd al een stuk opgeruimder uit als je bed is opgemaakt. Dus ja. Oh, en trouwens. Kijk. Ik zal jullie even vertellen. Ik had natuurlijk een tijdje geleden verteld over die kussenslopen. En ja, de mijne zit in de was, dus daarom dat ik nu eventjes een ander heb. Maar kijk, bijvoorbeeld Miu, die slaapt er ook gewoon op. Maar die wil niet op satijn slapen, dus die slaapt gewoon op de katoenen kant, zeg maar. En dan de andere kant is van satijn. Dus normaal slaap ik dan op de satijnen kant en hij dan op de katoenen kant. Maar de mijne zit nu in de was, want ik had er wat rink overheen laten vallen, dus ik heb even een ander... Maar heel handig. Ik zal nog even een linkje daarvan in de beschrijving zetten. Als je dus ook op zoek bent naar satijnen kussensloop. Want er zitten er dus twee in een pakket. En dan betaal je er volgens mij €14,95 voor. En voor die alleen al heb ik €30 betaald. Dus het is natuurlijk veel voordeliger. Dus ja. Ik zit me nu te bedenken. Maar volgens mij heb ik vandaag of nog niks gefilmd. Of echt heel weinig gefilmd. Maar we hebben de serie Queen of the South afgekeken. En echt de laatste aflevering dacht ik echt. Oh my god, ik wil verder kijken. En toen stond er de laatste aflevering. Dus... En volgens mij zijn ze dus nog bezig met seizoen 5 te filmen. Dus dat zal ook nog wel eventjes een tijdje duren voordat hij erop komt te staan. Maar goed. Ik had vandaag deze trui aan van Naked. Die is dus van de Hannah Schoenberg collectie. En die wilde ik zo graag hebben. Alleen het is een L. Want alle andere maten waren uitverkocht. Dus hij is een beetje te groot. Maar ik vind het op zich wel lekker. En ik heb dus deze nieuwe broek van de Zara. Ik had hem in de Zara video gezien van Esme Geel. Die had hem aan en ik vond hem zo leuk dat ik die ook wilde hebben. Want het is dus een mom jeans. Ik heb er al zo eentje, maar die is met gaten. En ik vond hem ook wel leuk om eentje zonder gaten te hebben. Dus dat is die. Ik zal hem even linken
in de beschrijving. Maar ongeveer 2 weekvlogs geleden volgens mij, voordat ik op vakantie ging, had ik een paar items laten zien die ik van jullie had gekregen van By You's Fashion. En ik had jullie nog beloofd dat ik dat zou aantrekken om te laten zien hoe dat stond. Want toen was het echt veel te heet, dus ik had er echt geen zin in. Dus dat ga ik nu eventjes voor jullie doen. Want ik heb namelijk ook nog voor jullie een kortingscode met de Fleur. Met de code Fleur krijg je 15% korting op je aankoop. En ze heeft nu dus ook sale. Dus dat is extra leuk. Dus ik ga die dingetjes eventjes aantrekken en aan jullie laten zien. Dit is de eerste top. Ik vind het echt een hele mooie top. Ik vind hem ook echt super leuk staan eigenlijk op deze broek als ik het nu zo zie. Met een leuk jasje eroverheen of zo. Maar het is dus gewoon een heel dun hemdje. Echt lekker voor die warme dag. Maar ook voor in de winter gewoon met een leuk vest eroverheen. Is ook heel leuk. En hij heeft hier dus aan de zijkant van die roesjes. Wat ik echt heel erg leuk vind staan. Het komt nu door deze BH dat je een beetje dat randje ziet zitten. Maar dat heb ik eigenlijk met alle shirtjes met deze BH. Maar verder vind ik hem niet echt doorschijnen of zo. Dus dat is deze. Dan deze top. En ik vind het modelletje echt heel erg leuk. Het kleurtje is wel een beetje heftig. Vooral straks in de winter weer. Voor de zomer vind ik het wel echt heel erg leuk. Maar hij zit ook echt perfect. Aan de zijkant heb je hier een rits. Waar die mee open en dicht gaat. En je zou hem eventueel ook nog gewoon zo off the shoulder kunnen dragen. Dat is ook wel heel erg leuk. Dat je ze gewoon die mouwtjes zo laat hangen. Kijk, ik heb nu niet de goede BH ervoor aan. Je snapt het idee. Dan deze satijnen jurk. Die vind ik ook echt weer heel erg mooi. Ik zou deze wel denk ik gewoon zonder BH dragen. Of met een strapless BH. Want het is niet heel mooi dat je die dikke bandjes hier zo zit zitten. Maar het is dus een beige, een beetje champagnekleurige satijnen jurk. Voor de mensen die het nog niet wisten. Ik ben dus 1,60 en hij is gewoon niet te lang. Er zit hier ook nog echt een hele mooie split zo. Dus deze vind ik ook echt heel erg mooi. En hier heb je een beetje dat waterval effectje. Dus dat is die. En dan als laatste mijn favoriet. Dat is dit playsuitje. Deze had ik ook mee op vakantie. Ik vind het zo leuk als je bruin bent. En ook dat zo off the shoulder met zo'n extra roesje er nog aan. Ik heb nu echt een felroze onderbroek aan. Dus die schijnt er wel een beetje doorheen. Dus ik zou er gewoon lekker zwart, wit of huidskleur onder doen. En niet knalroze. Het is echt een beetje dezelfde kleur als mijn sokken. Dus logisch dat het doorschijnt. Maar op zich vind ik het nog best wel meevallen. Maar dat is dus deze. Met de code Fleur krijg je dus 15% korting. Ik zal de linkjes en de website in de beschrijving zetten. Ik weet niet precies tot wanneer de code geldig is. Maar ik denk een weekje of zo. Zoiets. Een paar dagen nog. Dus neem daar zeker lekker gebruik van. En ik wil nog eventjes iets zeggen. Want vanaf aankomende week begint school voor mij weer. Dan heb ik mijn eerste introductieweek. Dus ik weet nog niet precies hoe ik dat ga doen qua de weekvlogs. Want ik had natuurlijk nu een weekvlog en een weekendvlog. Wat ik heel erg leuk vond om te doen. Dus in principe wil ik dat wel gaan blijven volhouden. En er komt binnenkort iets heel leuks aan. Maar daar vertel ik jullie binnenkort meer over. Dat is als het goed is over 1,5 week. Dus niet deze weekvlog, niet er daarna, maar die daarna als het goed is. Dus ik hou jullie op de hoogte. Voor nu ga ik de weekvlog afsluiten. Want dan kan ik hem lekker gaan bewerken. Kan nu morgen op tijd online. Ik ga de tijden ook weer veranderen naar 4 uur. Omdat scholen natuurlijk weer zijn begonnen. Dus mensen hebben geen tijd om 12 uur 's middags mijn video te kijken. Dus we verplaatsen het weer lekker terug naar 4 uur. Dus vanaf nu kunnen jullie iedere maandag en soms op vrijdag om 4 uur een video verwachten. Of ik ga terug verplaatsen naar dinsdag. Ik weet nog niet. Ik moet gewoon even kijken wat makkelijk gaat worden. Deze video staat in ieder geval maandag om 4 uur online. Dus ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. En tot volgende week. Doei!